Ik ben hier meerdere keren geweest, vaker rondgelopen. Ik vind het een geweldige locatie. Het is mooi om hier rond te lopen. Het heeft te maken met de buitenkant. Kijk je meer naar de binnenkant, dan gebeurt er ontzettend veel. We zitten in een tijd van disruptie, van transitie, van vernieuwing, nieuwe ideeën. We zitten in een wereld van de smart creatives. En als je hier bent, voel je die atmosfeer. Kijken hoe je de economie opnieuw vorm kunt geven door juist mensen samen te brengen. Gevestigde ondernemingen, start-ups, die komen samen en dat gebeurt hier. En dat geeft mij een ongelooflijk goed gevoel. Het is zo, we zitten in een fase van groei met dit soort instituten, dit soort centra. En ze beantwoorden denk ik aan een heel belangrijk doel. We zitten in een tijd waarin we zeggen, we hebben nieuwe oplossingen nodig. Het is niet meer business as usual. We hebben zoveel behoefte aan nieuwe ideeën. De hele nieuwe economie is gestoeld op nieuwe ideeën, big ideas. Als je bent, voel je dat. En dat betekent, je bent niet alleen maar bezig met jouw eigen business, je bent bezig om te werken aan een betere wereld. En wat ideeën kunnen betekenen voor die nieuwe economie, voor die betere wereld. Dat gebeurt hier en daarom is die krachtenbundeling van groot belang. Ik ben zelf een groot voorstander van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat vraagt om actie, om implementatie, om concrete handelingen. En dat proef je ook hier. En dat maakt dit zo'n machtig instituut.